En ik heb maar één ding nodig. En dat is een cijfermatige onderbouwing voor alle beweringen die D66 hier doet. Dat is gewoon niet waar, voorzitter. Voorzitter, neemt D66 zichzelf al serieus? Wat, mevrouw Van Beukeling, wat bent u in godsnaam mee bezig? De heer De Jong dan, PVV. Ja, voorzitter, D66 doet hier echt hele boute uitspraken. Het zijn echt beloften. Ze zegt, dan krijgen gepensioneerden een koopkrachtig pensioen. Dan krijgen pensioendeelnemers een koopkrachtig pensioen. Dat wordt er gewoon hier gezegd. Dat is alsof dat hard is. Mijn vraag is, waar heeft D66 dat op kunnen controleren? Welke actuele cijfers? En als ze dat niet heeft, is ze dan bereid, is ze dan minimaal bereid om een onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar dit pensioenstelsel, waarbij we checken of dat echt zo is, zodat we kunnen controleren of datgene wat D66, ook, het staat nu ook in de handeling, het is echt een belofte, er komt een koopkrachtig pensioen, om dat dan ook te onderbouwen. Mevrouw Van Beukering. Door een onafhankelijke instantie, organisatie, dat kan doen. Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, een toetsvraag, want ik heb een beetje last van mijn keel. En ik probeer te zeggen, koopkrachtiger pensioen. Nou ja, goed, dat is nogal een verschil, een koopkrachtig of een koopkrachtiger. Dat betekent een belofte voor de toekomst. Ten opzichte van het huidige stelsel ben ik echt van mening, D66 is van mening, dat het dus een grotere kans is op een koopkrachtiger pensioen. En u vraagt opnieuw om de cijfers en die vraag heeft u al eerder gesteld, die heeft u vandaag al een paar keer gesteld. U vraagt het bij moties, u vraagt het in eerdere overleggen. Voorzitter, ik heb een ander antwoord erop gegeven. Voorzitter, neemt D66 zichzelf al serieus? Wat, mevrouw Van Beukeling, wat bent u in godsnaam mee bezig? Het is mijn antwoord, het gaat gebeuren. U heeft er helemaal geen bewijs voor. Er ligt helemaal niets. Er komt een koopkrachtiger pensioen. Wat is dat dan? U kunt dat helemaal niet zeggen, want dat is er gewoon niet. Waarom gebeurt dat dan? Voorzitter, ik word die knettergek van. Echt waar, het spijt me. Het is de grootste hervorming. 1500 miljard euro. D66 zegt gewoon, het gaat gebeuren. Bewijst het op geen enkele wijze. Gewoon helemaal niet. En mijn simpele vraag is, bent u bereid, is D66 bereid om minimaal een onafhankelijk onderzoek in te laten stellen? En waarom zou D66 dat eigenlijk niet willen als ze er zo van overtuigd is? Dank u wel. Is D66 bereid om dat te doen? En is dat bereid te doen voordat hier de stemmingen over deze wet plaatsvinden? Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter. De PVV heeft de neiging om met een vuist op tafel te gaan slaan, om hier op een bepaalde manier D66 weg te zetten als een partij die een wet erdoor wil jassen, die niet weet waar het over gaat. En op dit moment stelt de PVV aan D66 de vraag of ik bereid ben om een onderzoek af te wachten voordat we gaan stemmen of verder gaan met deze wet. Ik heb totaal, kijk, want u gebruikt allemaal quotes, hè? U heeft vanmiddag ook weer ons gequote, allemaal prachtige interviews waar u op terugkomt. U benoemt allemaal mensen die hier zelf niet aanwezig zijn, die zichzelf niet eens kunnen verdedigen. Ik heb geen enkele naam genoemd, meneer De Jong, maar we zijn, meneer De Jong en ik, dat gebeurt vaker, dan word ik onderbroken in mijn reactie. En dat u bent aan het woord. En dan ik ben aan het woord. Er worden hier allemaal namen genoemd, er worden hier allemaal rapporten aangehaald. Hoeveel rapporten heeft de heer De Jong nodig om wel over deze wet een standpunt in te kunnen nemen? Slot de heer De Jong. Ik heb een standpunt en ik heb maar één ding nodig. En dat is een cijfermatige onderbouwing voor alle beweringen die D66 hier doet. Voor alle beweringen die minister daar doet. Die zegt, er komt een koopkrachtiger pensioen. We gaan evenwichtig invaren. We hebben waarborgen om die inflatie aan te pakken. Allemaal dingen die we niet kunnen controleren. En het is echt een grof schandaal, voorzitter, dat D66, een coalitiepartij, niet eens bereid is om haar eigen uitspraken te controleren. Niet eens bereid is om bij de grootste hervorming die er ooit heeft plaatsgevonden, even te wachten, pas op de plaats, cijfers, zodat we kunnen controleren of onze aannames enigszins kloppen. Dank u wel. Voorzitter, dat niet doen is een ongekend groot risico. En ik hoop dat mevrouw Van Beukering daar zelf verantwoordelijkheid voor wil nemen. Maar het is echt zo dat ze daarmee miljoenen gepensioneerden en deelnemers keihard in de steek laat. Mevrouw Van Beukering. Ja, voorzitter, op die laatste opmerking wil ik graag reageren. Dat deze 60 miljoenen gepensioneerde deelnemers jongeren in de steek laat, dat is gewoon niet waar, voorzitter. Sterker nog, met de wet die voor ligt, met de hervorming van het pensioenstelsel, gaan we juist net de wet verbeteren. De huidige wet
Die is wat D66 betreft niet toekomstbestendig. En de huidige wet zorgt ervoor dat we juist met heel veel mensen de afgelopen jaren in de kou hebben laten staan. Ik zou het zo graag hebben gewild dat we hadden kunnen indexeren. En dat is niet gebeurd, voorzitter. Dus ik merk dat de PVV probeert echt woorden in de mond te leggen van D66. Gebruikt ook hele grote woorden. Zegt dat ik een onderzoek nodig heb om vandaag over deze wet te kunnen spreken. Mijn vraag is, welk onderzoek... Dank. Ik ga hem niet uitleggen. De heer Van Kent, SP. Ja, dank, voorzitter.